Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Eddy Bevers, burgemeester van de gemeente Willebroek. Ik ben getrouwd met Jolande. Ik heb een zoon en een dochter, Jasmine en Peter. Ik ben opa, eigenlijk papi, van Milan en Mauro. Op 26 mei kan u mij vinden op de 12e plaats in de provincie Antwerpen voor het Vlaams parlement. En we kunnen werken aan een veilig en welvarend Vlaanderen. Daar gaan we voor. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben actief sinds 1999. Ik kom eigenlijk een beetje uit het VU-verleden naar N-VA toe gebracht. En ja, de jeugdelementen zijn toch wel aanwezig geweest vroeger. En dan is het altijd zo geweest dat je toch wel diezelfde kant kiest om dat Vlaanderen er te zien groeien naar een welvarend Vlaanderen. De politieke strijd wil zeggen dat we moeten werken of kunnen werken aan een Vlaanderen voor de Vlaming waar welvaart en welzijn absoluut de top zijn, maar vooral die samenleving, een veilige samenleving eigenlijk kunnen creëren. Wel, het zijn de uitdagingen die ik ook aanga in de gemeente als burgemeester voor Willebroek. En dat is ook fantastisch dat we eigenlijk dan toch wel het gevoel kunnen hebben dat we een trapje hoger voor de regio toch heel wat kunnen betekenen. En vooral het Vlaanderen zien zitten dat een veilig en welvarend Vlaanderen kan worden en zijn. Welke quote heeft u gekozen? Wel, de quote is duidelijk voor onze partij en al wat die quote zegt is een welvarend Vlaanderen en een veilig Vlaanderen. Dus veilig thuis in een welvarend Vlaanderen past helemaal in waar ik graag eigenlijk wil voor werken en een Vlaanderen zien groeien en verder doorgroeien in een economisch luik, maar vooral die veiligheid mee gaan opliften in Vlaanderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Politieke voorbeelden. Ik ben eigenlijk een ondernemer. Het ondernemersbloed zit in mezelf. Dus je bent altijd een beetje op jezelf aangereken als je het initiatief wil nemen. Maar uiteraard heb je altijd het voorbeeld van onze voorzitter, die dat ook fantastisch doet. Dus altijd luisteren is een leuk gegeven en inhoudelijk heel sterk met onze partij wil dat ook zeggen dat hij het heel goed kan verwoorden. Dus toch wel een voorkeur voor Bart Wever. Wat zijn uw politieke interesses? Politieke interesses, welvaart, dat steeds wel wat gekoppeld wordt aan het welzijn van onze burgers en van onze Vlamingen. Maar vooral veiligheid is ook een element waar ik heel sterk wil of zal op doorwerken als burgemeester en dat ook zal blijven doen. Dus economie en veiligheid, zoals de slogan het zegt, dat zijn toch wel de politieke elementen. Ja, en daar zijn er uiteraard altijd wel hoeken die meedraaien in dat element, want er zijn altijd wel bedreigingen vanuit andere hoeken, dus die interesseren mij toch ook nog wel. En dat is vooral ook het element van hoe een inburgeraar eigenlijk in Vlaanderen wordt opgevangen, maar ook maatschappelijk daarin een taak heeft, maar ook verantwoordelijkheid te dragen heeft. Dus op welke wijze gaan we dat in de toekomst nog kunnen verbeteren? Dat is toch ook nog wel een heel belangrijk element. Wat kan er anders en beter in de politiek? Anders en beter kan in het kader van gedragenheid voor Vlaanderen. Over alle politieke partijgrenzen heen moet Vlaanderen meer kunnen betekenen in ons land. Maar Vlaanderen, eigenlijk de identiteit, daar moeten we vooral ook kunnen aan werken en meer gedragenheid brengen rond onze samenleving, onze Vlaamse samenleving. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is en dat zal zeker in de politiek beter kunnen.
Het gaat goed met Vlaanderen, maar beter kan altijd. Ik denk dat overleg heel belangrijk is. Overleg met of toekomstige collega's. Dat is, denk ik, daar ook heel belangrijk in. Gedragenheid brengen wil ook zeggen altijd dingen in overleg en begrip kunnen tonen. Maar toch wel trekken aan dat identiteitsgebeuren van Vlaanderen. Dat verdient heel veel aandacht. Maar het moet ook wel zo zijn dat meer aandacht op politiek draagvlak moet kunnen gaan naar Vlaanderen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb mijn hele archief meegebracht. En mijn archief zit eigenlijk hier op mijn MacBook. En dat is toch wel mijn dagelijks instrument. En ja, alles wat in de cloud zit, daar kan ik aan. Dus om het u even aan te tonen. Hè, dus onze gemeente, we hebben heel sterk gewerkt de laatste jaren op veiligheid. De cijfers zijn fantastisch leuk. Alle fenomenen van overlast en criminaliteit, die staan eigenlijk in het groen. Dat wil zeggen dat we tot en met in de 60% minder criminaliteit hebben rond een aantal fenomenen. Maar een sterk element is dat we de woninginbraken heel hard op gewerkt hebben. En daar is toch wel een mooi cijfer van min 33% in waar te nemen. En dat zijn de zaken waar we aan werken. Die veiligheid, het woonelement of de woonbuurt van mensen veiliger maken, de leefbaarheid verhogen en op deze wijze willen we daarmee verder gaan en verder aan werken. Alles rond het openbaar domein is oké. Er is één element dat het laatste jaar de kop opgestoken heeft. Dat zijn winkeldiefstallen. Dus we gaan aan de slag om met de winkeliers en met de handelaars een preventief programma op te zetten en ervoor te zorgen dat ook die criminaliteitscijfers opnieuw de kop ingedrukt worden. Dus ik ben bijzonder trots op het werk, bijzonder trots dat ons bestuur hier aan meewerkt. En vooral ook de hulp van de inwoners is hier ook belangrijk. Want elk feit van criminaliteit is er één te veel. En we blijven gaan om eigenlijk die criminaliteit de kop in te drukken.